Wat draaien ze nou toch weer? Ik zeg ook, wen er maar vast aan. Want zij wordt echt gezien als de rechtmatige opvolger van Elvis Presley, Jagger, Madonna, Kurt Cobain. Ze is pas 17 jaar, popdiva uit Los Angeles. Grote act op het Lowlands Festival dit weekend. Vanmiddag trouwens gaat zij daar spelen. Wat verklaart de immense populariteit bij jongeren van het anti-pop-idool? Want zo wordt ze wel genoemd. Daar praten we over met Marjolein Winten van Nolala.com, een online magazine met verhalen over teksten in mainstream muziek. Ingewikkelde introductie. Hartelijk welkom. Ja, op de redactie zei iemand bij ons dat ze dus eigenlijk een anti-pop-idool is, want ze lijkt zich niets aan te trekken van heel veel van die jonge popsterren die van aan alles moeten voldoen. En bij haar is dat niet het geval. Klopt dat, Marjolein? Ja, klopt. Ik heb het idee dat bij haar echt alles anders is. En wat is ze allemaal niet? Wat die anderen wel zijn? Nou, wat je vaak ziet bij popsterren is dat ze van die hele gepolijste, vrouwelijke popsterren zijn vaak heel sexy. Hun muziek valt vaak binnen het popgenre. Het lijkt allemaal een beetje op elkaar. Gladjes. Ja, gladjes. Heel smooth, heel gepolijst. En muziek wordt gemaakt om geld te verdienen. Nou ja, zo zou je het kunnen zeggen. Zo klinkt het. Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat er ook gewoon heel veel mensen zijn die er echt oprecht heel erg blij van worden, want anders zou het ook niet zo groot zijn. Maar bij haar, ja, zij is gewoon haar muziek is compleet anders. Je kan het eigenlijk niet binnen een genre vatten. Met niets te vergelijken. Nee, ze combineert het op allerlei manieren. Haar clips zijn heel erg bijzonder, heel kunstzinnig. Hoe ze eruit ziet. Haar stijl is heel. Ze draagt heel veel van die oversized baggy outfits. Doet niets met haar lijf om dat te gebruiken, zeg maar, haar vrouwelijkheid. Nee, juist niet. Juist niet? Nee. Ze heeft ook eerder dit jaar een campagne gedaan, een ondergoed campagne. En daarin zei ze ook van nee, ik laat bewust niks zien, want ik vind niet dat mensen daar een oordeel over hoeven te vellen, want daar gaat het eigenlijk gewoon maar niet hoe om. Hoe deed ze dan die campagne? Als ze Nou, dat is dus heel grappig, want dat ondergoed is helemaal niet te zien in die campagne. Ze zit gewoon in haar oversized outfit in een bad. Top campagne. Dit is eigenlijk het beste wat je kan hebben, toch? Zit lekker, dat is het enige wat je hoeft te weten. Ja, wat een goed idee. Maar daar heeft ze dus zelf waarschijnlijk een grote rol in gespeeld. Dat denk ik wel, ja. Anders had ze niet meegedaan. Nee. Jij hebt dat artikel geschreven voor die site Nolala, omdat je eigenlijk eerst helemaal niet begreep waarom zij zo populair was. Klopt. En daar ben je dus nu achter. Ja, ik heb een idee daarover. Ik heb er heel veel over gelezen. Ik heb er heel veel onderzoek over gedaan. En heel veel interviews met haar gezien. En ja, ik heb zelf een conclusie getrokken. Ik denk dat haar grote geheim, waarom zij zo populair. Want het gekke is dus populair. Wat wel te verwachten is, zeg maar, binnen haar doelgroep van jongeren. Echt tussen de 12 en de 18, zeg maar. Daar is ze heel populair. Maar ook bij echt hele gerenommeerde muziekcritici. Ook zij vallen als een blok voor haar. Ja. En ik dacht, juist omdat ze zo anders is, was ik echt gefascineerd. Ik dacht, wat is het nou dat haar zo bijzonder maakt? Ik vond het zelf. Ik had zelf dat ik echt. Nou ja, haar muziek sprak me wel meteen heel erg aan, omdat het heel erg vernieuwend is. Maar ik dacht, haar kledingstijl snap ik eigenlijk niet. Ik vind haar clips zijn ontzettend rauw en donker. Waarom wordt dit zo breed gedragen? En vertel. Nou, ik denk, mijn theorie is eigenlijk dat zij over de top authentiek is. En ze volgt in alles haar eigen weg. Dus je kan authentieker dan authentiek zijn. Ja. Nou ja. Over de top authentiek. Ja. Nou ja, misschien over de top is misschien niet maar ze is volkomen zichzelf. Ja, en dat is denk ik in een tijd waarin juist de popsterren vaak ontzettend gepolijst zijn en een enorm hoge standaard leggen van perfectie eigenlijk. Laat zij iets zien dat het tegenovergestelde is. En ik denk dat het daarom heel erg aanspreekt. Maar wat mij nou ook nog zo verbaast in het verhaal is dat dus een hoop van die fans en ook dus in Nederland, want we hebben ook nog met fans hier gesproken, zo gegrepen zijn door die teksten. Terwijl ik denk, volgens mij kan je driekwart van die teksten helemaal niet verstaan. Laat staan begrijpen. Ja, nou, ik vind ze persoonlijk ook best wel abstract. En dat is waarschijnlijk ook wel een deel van het geheim van de populariteit, zeg maar. Omdat, als het abstract is, dan kun je natuurlijk al sneller erin herkennen dan wanneer het heel specifiek is. En het zijn donkere teksten. Ze is heel open over het feit dat ze bijvoorbeeld heel veel depressies altijd heeft gehad. En ze heeft Tourette.
Ja, is ze ook klopt. Heel open over? Ja. Dat heeft ze eerst proberen te verbergen. En op een gegeven moment is er iets viral, zijn we online bijna viral gegaan, omdat waarin te zien was dat ze dat had. En toen dacht ze, nou ja, dan laat ik het maar gewoon zien. En dus het is. Ja, ik heb het idee. Ze stelt zich heel kwetsbaar op. En dat doet ze dus in die teksten. Maar wat ze ook in die teksten doet, wat ik ook wel grappig vind, is dat ze zit heel veel fictie in. Dus ze laat zich ook bijvoorbeeld echt door horror, The Walking Dead en zo, laat ze zich inspireren. En ik denk dat dat ook heel erg past binnen een jongere leeftijdsgroep. Als je je identiteit aan het ontdekken bent en je wil je afzetten tegen bepaalde dingen, zijn dat natuurlijk dingen die wel. Ja, die heel goed kunnen. En dat soort series zijn toch waanzinnig populair hoor. Ja. Hè? De jongeren houden ontzettend van horror. En die grenzen. Misschien kunnen we een paar voorbeelden even laten horen uit het liedje Bellyache bijvoorbeeld. Mm-hmm. My friends aren't far in the back of my car lay their bodies. Laten we even het fragment. Sitting all alone, mouth full of gum in the driveway. My friends aren't far in the back of my car lay their bodies. Heerlijke stem heeft ze ook. Ja. Waar gaat dit over? Ja, ik ben al sinds gisteren als een blok ook voor de gevallen. Echt de hele avond naar haar zitten kijken en luisteren. Ja. Volgens mij staat daar gewoon dat de vrienden gewoon dood in de kofferbak liggen. Ja. Of vrees ik me nou? Nee, klopt. Ze neemt eigenlijk in dat liedje een soort van de rol van een psychopaat aan. Die dus eerst geld heeft gestolen en vervolgens de vrienden heeft vermoord. En die in de achterbak heeft gelegd. En in dat liedje wordt ze dus ook. Hoor je dus ook dat ze eigenlijk verwacht dat ze snel gepakt wordt. En het heet Bellyache, omdat ze daar toch wel buikpijn van krijgt, omdat ze zich toch een beetje schuldig voelt. En ik heb ook een interview gezien waarin zij zegt, ze schrijft het samen met haar broer, en waarin ze eigenlijk zeggen van ja, we hebben best wel, we zijn best wel opgevoed met dat we veel verantwoordelijkheid voelen. En dan voel je toch, ja, ze dacht eigenlijk dat deze crime er goed zou doen laten voelen, maar ja, eigenlijk voelt ze schars schuldig en is ze hier helemaal niet. Is dat nou een serieuze discussie? Ze dacht dat zo'n soort crime haar nee, goed dit zou. Nee, is gewoon fictie. Dit is gewoon, nee, dit is. Nee. Dus maar er gaan natuurlijk goed de raarste spelen. Dingen. Nee, ja. Er gaan de raarste dingen kunnen als puber toch door je hoofd gaan. En je hebt de meest krankzinnige fantasieën. Pubers zingen toch normaal gesproken over de liefde die ze niet kunnen bereiken. Die klote ouders die hun leven verzoeken. En die school die de zaak verpest. Dat zijn toch ongeveer de onderwerpen? Nou, zij zingt eigenlijk ook wel over die onderwerpen. Oh. Maar ze doet het over op gewoon een andere manier eigenlijk. Ja. Dus, ik heb nog eentje, want dat vind ik ook zo. Ja, I don't want to be you anymore. Ja. Zingt ze in de spiegel. Hè? Echt heel mooi. Ja. En dat is zo herkenbaar volgens mij. Ja. Voor heel veel kinderen van die leeftijd. Ja, ja. If I love you, was a promise, would you break it? If you're honest, tell the mirror what you know she's heard before. I don't wanna be you anymore. Behoorlijk depressieve. Ja, maar dit is dan heel lief eigenlijk, maar wel vergeleken met die andere. Die is dan veel. Ja. Nee, maar goed, ze accepteert zichzelf dus niet. Nee, ze zegt in interviews ook van ik haat mezelf eigenlijk. En ik zou. Dit liedje gaat er ook heel erg over van. Het beeld dat ik neerzet is vaak helemaal niet zoals ik me voel. En ze uit eigenlijk ook heel veel kritiek op modellen. Ze zegt eigenlijk van ja, modellen vind ik. Ja, rolmodellen. Dat lijkt me echt het ergste wat er is. Want dan moet je dus heel erg. Iedereen wil zijn zoals jij bent. En het verandert steeds. Dus waarom zou het er dan zijn? En ik denk dat staat natuurlijk eigenlijk lijnrecht tegenover. Het idee van vrijheid en echt jezelf kunnen zijn. En ik denk dat dat ook hetgene is dat zij heel erg promoot, heel erg laat zien van wees gewoon jezelf. Want dat is waar iedereen het beste van wordt. Dat komt ook wel heel erg met waar ze vandaan komt. Hè? Toch even kort nog de familie, de achtergrond. Die broer noemde je al. Ja. Heel close zijn ze. Maken in zijn slaapkamer die liedjes allemaal. Klopt. Ja en zijn hun ouders, ze komen uit Los Angeles. Hun ouders zijn redelijk succesvolle acteurs. Niet de top, zeg maar. En zij zijn eigenlijk opgegroeid in een buurt van Los Angeles die ook niet per se heel erg, ja, een beetje dodgy was die wel. En haar broer is geboren in het jaar dat Mbop van Hanson een grote hit was. Zeg mij helemaal niks. Nee? Oh, nou, sorry. Het was toen een hele grote hit, dat is een tijd geleden. Ja.
En die jongens, die Hanson-jongens, die zijn thuis geschoold door hun ouders. En haar vader zei van, ja, wij zagen dat. En we dachten van, wauw, los van of je dat liedje leuk vindt of niet. Hebben zij echt heel veel ruimte gekregen om zichzelf te ontwikkelen op een manier, in iets waar zij heel veel interesse in hadden. En door die homeschooling hebben zij hun kinderen ook die ruimte gegeven. Met heel veel creativiteit. Ja. Ze heeft gedanst, gezongen, filmpjes gemaakt. Nou, ja. Er werd echt de creativiteit werd gestimuleerd. Ja. Heel erg thuis. En dat kan dan dus zoiets opleveren. Dat je op een gegeven moment 34 miljoen volgers hebt. Ja. En hoe in vindt een record tempo. Ja. Hè? Ja. Ja, ongelooflijk, hè? Maar hoe is dat voor haar? Ja, dat ik. Als je zo echt en authentiek wil zijn, is dat ook iets heel vreemds natuurlijk. Ja, en dat vraag ik mezelf eigenlijk ook wel af. Van hoe lang kan ze dit blijven? Want ze is. Als je haar in interviews ziet, dan komt ze super toegankelijk over. Want dat is het grappige. De tegenstrijdigheid is aan de ene kant is ze heel erg cool en heel erg stoer. En als je die clips kijkt, dan denk je echt, wauw, dit. Nou ja, ik denk dat echt indrukwekkend is en bijna een beetje intimiderend. Maar aan de andere kant is ze dus in interviews super toegankelijk. En het is gewoon alsof je ontwapenend leuk. Alsof je er zegt toch ook bij het minste gering ze wegkruipen bij de moeder. Wat zeg je? Dat ze wegkruipt bij de moeder. Nou, precies. En dat vind ik ook zo grappig. Ze is ontzettend close met haar familie. En schaamt zich daar helemaal niet voor. Terwijl ik denk, een 17-jarige die schaamt zich juist wel vaak. Gewoon lekker thuis. Ja. Nou ja, en dat is het grappige. Ze stelt zich ontzettend kwetsbaar op. En dan door bijvoorbeeld heel zo open te zijn over die depressie. En om daar dus over te zingen en over te vertellen in interviews. Maar ook door bijvoorbeeld, ze is enorm fan van Justin Bieber. En nou ja, ze op een gegeven moment ontmoet ze hem. En dan staat ook een filmpje online, dan staat ze echt te giechelen. Als gewoon een 17-jarig meisje. En dat is allemaal oké. En dat kan allemaal samen. En ze hebben een duet opgenomen, hè? Klopt. Ja. Zij is op een gegeven moment met haar mee gaan doen, ja. Nou, zijn de voorbodes al voor dat optreden vanmiddag op Lowlands, dan wordt er eigenlijk meteen bij gezegd, wat er daar gaat gebeuren is het volgende. En de groot gedeelte van het publiek, die meisjes, die gaan met z'n allen gewoon collectief staan huilen. En de mensen van de redactie hebben dus ook fans gesproken. Die zeiden, en die hebben de vraag gesteld. Ga je morgen huilen? Ja, ze gaan morgen huilen. Waar gaan ze over huilen? Nou ja, ik denk dat 17-jarige of 15-jarige fans altijd heel erg, in ieder geval vaak hysterisch worden wanneer ze hun huilen. Maar er is iets anders, begrijp ik toch uit het verhaal. Ja? Het is emotioneel. Ze worden diep geraakt. Nou, ik denk inderdaad ook dat het heel dichtbij komt. Ik denk dat zij een snaar raakt. Ik geloof heel erg dat de wereld de afgelopen jaren voor heel veel mensen bepaald is door social media, waarin toch altijd door iedereen de beste versie van zichzelf, bijna iedereen de beste versie van zichzelf wordt getoond. En nep dus. En nep. En dat is ook wat zij zegt. Ja, hè? Ja, en dat doet natuurlijk iets met je zelfbeeld als je dat elke dag voorbij ziet komen. En ik denk dat Billy laat zien van nou wees gewoon jezelf en dat is gewoon goed genoeg. En ik denk dat hetgene is dat ook een soort ze slaken eigenlijk ook een zucht van verlichting door die tranen heen. Van ik mag er gewoon zijn. Want het zijn vooral meisjes. Hè, maar ook wel jongens hoor. Ga je er ook naartoe dadelijk? Zeker, ja. Ja, ik kijk ernaar uit. Ga je huilen? Nou, dat denk ik niet. Okay. Weet je, sinds gisteren benijd ik je. Ik zou er dolgraag willen zien. Echt, ik ben helemaal om. Of om. Ik heb er dankzij je dit programma ontdekt. Billie Eilish, ik hoop u ook dat u er wat van meegekregen heeft. Marjolein Winter van nolala.com, dank je wel en veel plezier. Dank jullie wel. Ja. Oké, hoog tijd voor de boeken. Liederweide, spring op je stoel. Jo. En barst.